Nonsens espresso. Mijn naam is Joep van Mol, van Casa Barista uit Den Haag. En we verkopen espresso machines. Mijn naam is Joost Leopold. Ik ben van de Leopold Koffieschool. Oeh, daar staat hij. Nou, dat ziet er mooi uit. Het glimt. De jury gaat voortvarend van start. Het apparaat wordt eerst van alle kanten bekeken. Wat ik heel erg leuk vind, is dat je de smaken kunt wisselen. Ja. Het enige wat ik me afvraag, hoeveel er nog in de molen blijft zitten. Ja. Maar dat blijkt mee te vallen. Voor het proeven begint, moet ook het binnenwerk eraan geloven. En als het gaat om het schoonmaken van de Sarista, klinkt er applaus. Dat is echt goed. Ja, dat is heel prettig, want koffie laat heel veel vetten achter. Ja. En als je die niet reinigt, krijg je heel veel vieze smaken in je koffie. Ja. Maar het waterbakje kan de jury niet bekoren. Je kan niet goed zien hoeveel water nog aanwezig is. Ja. Zullen we... Oh ja. Ja, daar gaat het er flink naast. Ai, ai, ai. Dat is niet slim bedacht. Dat is niet handig. Nee, inderdaad. Dus eigenlijk een deksel, om dat af te sluiten, was beter geweest. En er is nog meer mis. Inderdaad, een heel klein lekbakje. Ja. Want, maar als het goed is, lekt hij niet zo heel veel, dus... Eindelijk gaan we dan koffie zetten. Zonder hoge druk, het is dan ook geen espresso-machine. Het geluid is volgens de jury acceptabel, totdat... Opschrijf op welke doen, waardoor ze gaan rammelen. Kijk. Ja. Dat is heel irritant. Ja. Dan denk je, de telefoon gaat. Tja, en dan de smaak. Onze experts hebben goede hoop op de Sarista, vooral vanwege de verse bonen. Maar helaas. Het eerste wat ik doe bij het bepalen van... de smaak voor zo'n koffie is dat ik het aroma ruik. En het aroma moet een mooie zoetheid en fruitigheid hebben, een bloemigheid hebben. Maar ik ruik eigenlijk alleen maar metaal, roest. Het is alsof ik... Het is geen prettige, mooie, volle... Nee. Het is alsof je het keukenkastje openmaakt. Al verbrande tosti dit. Vlak. Ja, nee, het is geen koffie. Het idee van verse koffiebonen spreekt me aan. Het resultaat... met dit apparaat vind ik echt teleurstellend. Ja, het is inderdaad geen verbetering op de al slechte Senseo. Ja, en het is eigenlijk veel gedoe om niks. Qua smaak is het ronduit bedroevend.